Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Jawel, we gaan gauw nog één rondje pimpompet spelen voordat ik leer dat ik vertrek naar mijn werk. Voilà, daar hebben we dus niet genoeg gespeeld. Met de letter F. Iets dat je kunt drinken. F. Ik weet er al een paar. Iets dat je in de supermarkt koopt. Voilà, ça. En binnenkort gaat... Hola. Mijn dambiannetjes zijn gevallen. Wow. Dus ik klik dat terug de goede weg. Dus jullie hebben de vragen gehoord. Laat het hieronder in de reacties weten wat jullie antwoorden zijn. Dames en heren, en nu ga ik mij echt stukjes van klaarmaken, want mijn vader kan elk moment hier zijn. Eens even kijken als het er nog niet staat. Nee, hij staat er nog niet. Strange. Heel raar. Ik hoop dat er toch nog iemand komt. Want ik wil gaan werken. Ik wil gaan werken. Ik wil gaan werken. Ik wil gaan werken. En ik zie nu lichten verschijnen. Dus ik ga nu naar onder toe. Ik ga werken. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Ja, ik ben weer goed gezet. En wat ik deze nacht... daar wil ik ook nog gewoon even zeggen. Deze nacht heb ik ook nog een kramp in mijn been gehad. Au. Aan mijn onderbeen. En dat kan serieus pijn doen. Echt waar. Er zit nu een zwaar klemmetje te spanken. Maar ja, maakt niet uit, hè. Ik ga werken. Ik zie jullie allemaal straks terug. Als ik terug thuis ben. En hopelijk vandaag echt dat mijn wagen is gemaakt. Tot straks allemaal. Yo. Zo. Ik ben terug thuis met werken. Ja, al heel lang. Maar ik heb de vlog niet verder afgemaakt. Sorry ervoor. Dus ik ga nog even gaan melden wat ik eigenlijk allemaal heb gedaan. Dus gisteren, dat is voor die vlog helemaal compleet te maken. Want ik probeer toch elke dag nu toch een vlog online te krijgen. Maar dat is een schoolbus. Dus dat probeer ik toch telkens keer. Eerst, ja, gewoon stickeren. 1 liter busjes. En dan werd ik overgeplaatst uit een grote machine. En dat is heel goed gelukt. Dat is echt prima gelukt. Vandaag misschien opnieuw weer. Dus, ik heb vandaag weer mijn beste beentje ervoor zetten. Noem maar op. En, ja, we zien wel wat... Ja, hoe de toekomst mij brengt naar de toekomst toe. Goedemorgen, echt wel, ik ben tof wakker. Oh. Maar ja, dan weten jullie dat. Dus dan moest ik ook de paletten ook inscannen, paletten opensnijden, paletten inrijden in de machine. Dan moest ik de machine ook in werking zetten, de dozen opensnijden. Daar een witte stickertje tegen de doos plakken. Kijk ook als de bussen goed zaten, als de machine vastliep, die ook dan weer al wat herstellen en al. En dat is allemaal mee perfect gelukt. Voilà. Sorry dat het zo'n korte vlog is geworden. Dus dan weten jullie dat. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik wil niet zo'n saaie vlog weer maken. Dus ik denk dat ik het ook maar heel kort hou. Gisteren heb ik na het werk niet veel gedaan. Ik ben gewoon knal in slaap gevallen. Dan heb ik nog wat familie gekeken. Voilà. En vandaag zal het niet anders zijn. Ik heb ook nog papierwerk ook nog bij voor mijn werk. Dus voilà. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Jojojo.